De eindfase van het toernooi is bereikt. Nou, we gaan er maar eens goed voor zitten. Jongensen, Donder Knight hier en welkom weer bij een nieuwe video van FIFA 15. Zoals jullie zien ben ik weer eens FIFA Ultimate Team aan het doen. En het gaat hier over de serie Road to Life German Team. Probeert het. En ja, dat is nummer 1. Misschien kan ik op het einde een Duitse speelclub of een pak. Tot nu toe heb ik maar één Duitse speler. Ik heb wel veel Brazilianen. Dat verbaast me. En dit is wel met andere dat je dit niet kunt doorspelen. Dat duurt zo lang. Dit is een goed begin. Het eerste schot is met één goal. Het lijkt me leuk als het zo doorgaat. De eerste bal gaat er vandaag in. Goeie ingreep, maar is de bal al weer kwijt. Wie pikt hem op? Mooie tackle. Niet meer voor. Nee, wat doet hij? Dat is fout. Fout! Die scheidsrechter. Hij werkt de bal naar voren. Zo, Green Toast niet meer. Goeie tackle. Oké. Ja, oh my god. Oh nee. De paas is goed. Er is gefloten. Vlag omhoog. Buitenspel. Oké, naar voor. Dat ziet er goed uit. Oh, net niet alweer. Hoekschop. Zo. Waar ging die? Wauw. Ingooi. Ah, nee. Die ging hard. Nou, dit kunnen we gerust een missen noemen. Los, ja, had gewoon veel meer tijd moeten nemen voor dat schot. Veel te snel geschoten. De bal gaat heen en weer. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Oké. Wow, nee! Wat doet hij? Wat doet hij? Oh my god. Hij past gewoon naar de keeper van de tegenstander. Oh, dat was een mooie pas. Oké, nu. Knappe bal. Hij gaat ervoor. Bal komt terug. En hij zit erin. Yes. 2-0. Bernard. Die bal zit er goed in hoor. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanval. En die is er wel raad mee. Overtreding, vrije trap. Deze actie leidde tot een doelpunt. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Dat is zo'n tour. Wee! Waarom past hij naar de tegenstander? Wagner. Allee. Knap, rover de bal daar op het middenveld. Kom aan. Henrik, past hij goed.
Ja, en nu? Oh, dat is mooi. Zo hoort het. Dat was echt mooi. Een groot gapend gat nu tussen de beide partijen. Ja, het verschil wordt nu wel erg groot. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Ze strijden om de bal. Oh. En nu doorgaan. Wat was dat? Was toch niet zo'n beste poging. Ja. Te veel onder de bal. Ja, ja, en dan zie je dat zijn bal alle kanten op gaat. Superieure balbehandeling. Oké. Aanval afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Fox. Oh, jongen. Godverdomme. Gardner. Oh my god, nu doet hij het weer. Oh, verkeerde knop. De eerste helft zit er bijna op. De bal gaat via die speler over de lijn. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Oh, wat mooi. Even een hakje ertussendoor. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Pas. Ik sta hier al in. Hij heeft dus... En die hand. Nee. Oh, het doelpunt wordt afgekeurd. De grensrechter heeft buitenspel gesignaleerd. Nee. Oh my god. Buitenspel. Echt waar. Domme scheidsrechter. Ho, ho, ho. Ho, ho. Cruciale tackle. Kom aan. Go, 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 go. Je man, je man, je man. Ja, ja, nee, nee. De eerste helft is gespeeld. Het is 3-0. En eens kijken dat, wat de tweede helft ons opbrengt. Eerste helft. Wat vond jij, Juri? Het is een interessante wedstrijd even. Nou, de bal nou voor dit de is tweede de tweede helft. Het scorebord spreekt boekdelen. Maar je weet het maar nooit in het voetbal. Het scorebord spreekt boekdelen. Nee. Nee. Ja. Ja. Mooi zo. Nee. Oh. 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 Oké. Okay. Pas je maar daar. Nee, wacht. Pas naar hem. Goed. En schiet. Goed gedaan. Mooi schot. Nou, ik had misschien nog moeten passen. We gaan kijken naar deze corner. Had het misschien beter geweest. Shot zo. Hij wordt voorgegeven. Die voorzet belandt zo voor de voeten van een verdediger. Wat? Die bal ging op de rug. Oké, let's go. Let's... Nee. Pak die bal aan toe. Wat doet hij? Nee, het pas. Oh my god. Hang je overkomt mij dit. Loopt zo de buitenspelval in. Wat je wat. Laat zich niet uit balans brengen door die sliding.
houdt die bal bezit. Oh my god. Hollins. Ik weet niet of ik nog wil scoren. Ik sta gewoon aan de leiding eigenlijk. Gardner. En een paas naar de vleugel. Hé, dat is buiten nou, hé. Jongen. Knap ontweken alsof het niks is. Nou, nu heeft hij de kans om een voorzet te geven. Brengt de bal terug in de ploeg. Mooi zo, daar zijn we vanaf. Abdelrak. Abdelrak. Oh my, hoe doet hij het weer? Hoe doet hij het weer? Waarom? Gardner. Waarom? Waarom? Hij verliest de bal. Dus geen buitenspel, geen buitenspel. Nu mooi vooruit, mooi vooruit. Ja, en nu? Ziet er gevaarlijk uit. Stop, krijgt zijn schoen. Ja! Dat is een goal. 4-0. Yeah, man. We zien nog een keer hoe die bal erin gaat. Geweldige redding van de keeper, dat eerste schot. Maar de aanvaller hoefde de bal er daarna maar in te tikken. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Hé, mijn ventje valt. Over de lijn inworp. Substitution in progress. Going in now is the 24. Gardner. Mooi. Dat is te ver. Dat de doelman komt zijn doel uit en kan de bal zo pakken. Ja, pak op die bal en snel weer voortzetten. Ladies and gentlemen, please refrain from throwing objects from the stands. Thank you. Okay. Ja, en nu? Dit wordt spannend. Geeft op de keeper. De hoekschop gaat zo worden genomen. For a substitution. Going on the field is number 32. Oh nee, ik had hem bijna erin gekocht. Eens kijken of dit het begin van de counter is. De bal gaat heen en weer. Ja, en nu? Goed opgebouwd. Oh. Waar is hij dan? Yes. 5-0. Hij heeft al twee keer gescoord. Is ze steeds weer te snel af. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Het gaat ze makkelijk af, Juri. De supporters zitten te smullen van deze wedstrijd. Ja, dat was ook te verwachten. Ja, ze zijn gewoon een klasse beter. Oké, okay, terug naar voren. Kijk hem eens gaan, zeg. Kijk hem eens gaan, zeg. Ja, en nu? Wat gaat hij doen? Dit is het. Yeah. 6-0. Drie fantastische doelpunten maken een geweldige hat-trick. Heel mooi om hem aan het werk te zien. Mooi, wat? Die voorsprong Bernard begint heeft wel erg geel groot te worden. Dat meent je niet, Bernard heeft geel. Oh shit, mijn spelers. Even wisselen. Zo, deze, zo. En zo. Kom aan, Abdelrak. 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 Di Santo, Di Santo, pasje. Hij schiet. Oh. Ja! 7-0. Nog een goal. Deze voorsprong geven ze niet meer uit handen. Als ze het nou nog uit handen geven even. Hij moet eraf van de trainer. Laten we dat doelpunt van hem nog eens bekijken. Dit potje wordt okay, wel erg. Twee nieuwe speels. We krijgen nog een vrije trap. Zo vlak voor het einde van de wedstrijd. Oh, nee.
Oh my god. Hij doet het weer. Hij doet het zo weer. Blind. Kom aan, Blind. Hij staat er niet alleen voor. Van die verdediger heeft hij geen last meer. Mooi uitgespeeld. Ja, ik ga ze wel laten doen. De wedstrijd is stil bijna. Ze krijgen een inworp. We gaan wisselen. Daily Blind. Daily Blind. Nee, deze man is duidelijk niet in vorm vandaag. Ook die bal komt weer niet aan. Hij herovert de bal met zijn tackle. 4 minuten extra tijd. Kan ik niet naar Blind of zo? Oké, Blind. Ik ga proberen met een onder te scoren. Ja, en nu? Oh, knalhard schot. Direct erin. Wat? Die zijn been zit in dat boord. Weer een doelpunt, de overwinning is binnen. Ja, maar ze waren ook stukken sterker dan de tegenstander even. Echt nu. En ze bouwen de score nog een keer uit. In blessuretijd nu. Geweldig. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Oh. De scheidsrechter fluit. Zou hij een kaart gaan trekken voor die overtreding? Inler. En dat is het einde van de wedstrijd. Ze hebben de kwartfinale gewonnen en gaan dus nu door met hun opmars richting de finale. Ja, en dan kunnen ze de beker misschien ook nog wel eens winnen. Ah, dat was een goede wedstrijd. Ah. Nu gaan we eens kijken. 2603 munten. Wauw, dat kan ik nooit. Ja, ik ga nog wel sparen voor een goudpakket of zo. Dit of zo. Dat kan ik makkelijk halen voor een van deze twee. Ja, daarvoor gaan we sparen. Nee. Bon. Mensen, als jullie ervan genoten hebben, ram dan natuurlijk op die like knop. En als jullie eens een storyline van een spel willen zien ofzo, dan moeten jullie het mij laten weten in de comments. Eigenlijk was ik van plan om een Destiny video te publiceren, maar ja, ik heb een probleem. Als iemand mij daarmee kan helpen, dan moeten jullie het doen. En wat is dit? Ja, ja, oké. Dus mijn probleem is, ik ga het met vrienden doen, maar altijd als ik begin op te nemen, zijn de stemmen van mijn vrienden er niet bij. Dus als iemand weet hoe ik dat kan oplossen, dan moeten jullie het mij zeker laten weten. En ja, dan zeg ik nog eens, als jullie ervan genoten hebben, ram dan natuurlijk op die like knop en ik zie jullie een volgende keer maar weer. Bye bye mensen.